super fijn dat er zoveel mensen zijn vanmiddag. Voel u vooral heel erg welkom. In het bijzonder natuurlijk ook hartelijk welkom Marije. Marije Schraven-Moree, docente beeldende, culturele en kunstzinnige vormen. Ja? Maar ook als mentor. En jij hebt het initiatief genomen, ik denk alweer, nou zeker een half jaar geleden, misschien al iets langer geleden, ja, om dit te gaan doen. En je wilde heel graag dit regenboogpad. Ik heb verleden jaar, niet zo heel ver hier vandaan, een regenboogvlag gehezen bij het Willem de Zwijger. Op Paarse Vrijdag heette dat, hè? Heet dat. En ik heb me toen ook laten informeren door een aantal mensen die daar toen mee bezig waren. Een aantal kinderen en later ook nog eens in een gesprek op het gemeentehuis. En ik moet eerlijk zeggen dat het mij best wel getroffen heeft wat het nog in deze tijd ook voor mensen betekent om die weg te lopen. Het feit dat het heel belangrijk is, jongens en meisjes, om je eigen weg te kunnen, lopen en je eigen leven te kunnen leiden. Dat is heel belangrijk, hè? Ben wie je bent. Heel belangrijk, vind ik ook heel belangrijk. Maar dat dat dus in, ook in Nederland, ook in Papendrecht, dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat trof mij zeker. En ik geloof dat de scholen heel veel goed werk hierin doen, hè? Dat vind ik ook echt heel belangrijk, echt een groot compliment ook. Aan de scholen, aan de Willem de Zwijger en aan de Lage Waard, maar ook aan alle andere scholen die daar aandacht aan besteden. En ik hoop oprecht dat dat ook in jullie andere kringen, dus ook zeg maar in jullie persoonlijk leven, dat daar die vrijheid, die tolerantie, dat dat ook allemaal meer bespreekbaar wordt. En ook beter bespreekbaar wordt. Dat hoop ik echt oprecht. Want vandaag is er een dag om daarbij stil te staan. En dat is de internationale Coming Out Day, of Coming Out Day op zijn Nederlands. En daar staan we vandaag dus ook bij stil dat het voor iedereen op een goede manier en op een fijne manier mogelijk moet zijn om te vertellen wie die is. En we zijn allemaal uniek, hè, zoals we zijn. Niemand is hetzelfde, dus het zou heel fijn zijn als we allemaal onszelf kunnen zijn. We gaan hier een symbool openen van iets wat we eigenlijk heel normaal moeten vinden. Iets wat we eigenlijk niet eens een symbool nodig zouden moeten hebben om het normaal te vinden. En toch gaan we natuurlijk wel met heel veel trots doen, want zolang er nog nodig is, gaan we er gewoon voor. Maar ik hoop oprecht dat we over, nou ja, wat zullen we zeggen, 50 jaar geen symbolen meer nodig hebben om mensen uit de LBHTIQ+ gemeenschap, om die gewoon net zo te accepteren zoals we onszelf allemaal accepteren. Dat zou mooi zijn, hè? Dank iedereen voor het werk hiervoor, de gemeente, maar ook voor de ondersteuning en ook alle leerlingen van de scholen die hier vandaag zijn, want dat is echt super tof dat jullie er zijn. Waardeer dit ook, loop dit pad heel vaak, want als je het vaak loopt dan krijgt het ook meer betekenis. Ik zou zeggen, we gaan over tot het openen. Heel veel dank voor jullie aan. Dank jullie wel.